Hoi allemaal en wat leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Eventjes iets anders tussendoor dan een vlog. Ik heb namelijk de beelden die voor de vlog vandaag die online zouden komen, die ben ik kwijt. En ik weet onder geen enkele mogelijkheid waar ze zijn, hoe ik ze terug kan krijgen. Ik heb erbij neergelegd, ik heb het geprobeerd, ik heb alles eraan gedaan, maar ik kan ze dus niet meer terugvinden. Dus vandaar dat ik voor vandaag een Q&A op de planning heb staan. Ik ben gewoon even gaan googlen naar wat leuke vragen en ik heb een hele vragenlijst hier voor mijn neus. Met 40 vragen, dus die gaan we gewoon eventjes leuk beantwoorden. We gaan beginnen bij de allereerste vraag, en dat is: hoe laat ben je vanmorgen opgestaan? Ik ben vanmorgen 7:15 opgestaan. Mijn planning was wel om het eerder te doen. Maar dat heb ik niet gedaan omdat ik gisteravond toch wel heel erg laat in slaap viel. Dus ik was 7:15 wakker. Dus 7:15 ben ik opgestaan. Diamant of parels? Ik denk diamant. Ja, zeker omdat hij hier ook op mijn pols staat. Ik weet niet, ik heb iets met een diamant. Ik vind het mooi. Nielson zijn album heet natuurlijk ook diamant. Dat is ook eigenlijk de allereerste reden waarom ik deze heb laten zetten. Vraag me niet waarom ik die in één keer die gekte kreeg om te denken, ik ga het allemaal van Niels laten tatoeëren. Maar ik ben nog steeds heel erg blij met het diamantje. En ook degene die hem heeft gezet heeft het super goed gedaan. En ja, ik ben er heel erg blij mee. Dus ik ga voor diamant. Wat is de laatste film die je hebt gezien? De laatste film die ik heb gezien is The Addams Family. Die wilde ik al heel erg lang kijken. Echt al een aantal jaar. En elke keer was het van, hij kan niet online kijken. Of er was weer een andere versie van, of een tekenversie. En nu staat dus de officiële versie op Netflix. En daar was ik heel erg blij mee. Ik ben hem gelijk gaan kijken. Ik kon niet helemaal het verhaal oppakken. Ik snap het verhaal op zich nog steeds niet echt waarom nou, wat de verhaallijn nou is van de hele film. Maar ik vond het overal wel een hele leuke film om te zien. En het heeft ergens iets griezeligs, maar het is ook weer heel veel humor. En het is ook weer echt een gezinsfilm. Het is spanning, dus het is echt wel alles bij elkaar. Dus dat was weer echt een hele leuke film. Wat heb je vanmorgen gegeten? Nou, ik heb vanmorgen nog helemaal niks gegeten. Het is nu namelijk, ik weet niet hoe laat leven we nu. Het is nu 10:30 bijna. En ik heb nog niet eens ontbeten. Ik ben gewoon de hele ochtend bezig en ik ben nu aan het editen en ondertussen deze video aan het opnemen. Dus ik heb nog eigenlijk niet gegeten. Best wel heel erg slecht, had ik wel moeten doen, maar ik heb daarentegen wel al lekker een kopje koffie op. En dat is ook een soort ontbijt voor mij. Even kijken. Wat is je officiële naam? Mijn officiële naam, en dat verwachten heel veel mensen niet, mijn officiële naam is Kimberly. Ik heet geen Kim, dus een afkorting. Mijn officiële naam is Kimberly. En dan gaan we gelijk door naar de volgende vraag. Want er wordt gevraagd, wat is je tweede, derde of vierde naam? Nou, ik heet dus Kimberly en mijn tweede naam. Ik heb alleen maar een tweede naam. Ik heb geen derde, vierde, vijfde, zesde of weet ik hoeveel namen. Ik heb maar twee officiële namen en dan komt mijn achternaam. Maar ik heb dus als naam Kimberly Naomi en dan mijn achternaam is De Veld. Dus dat is mijn naam. En heel eerlijk gezegd, jongens, ik vind de naam Naomi echt vreselijk. Ik weet niet waarom. Ik vind het een vreselijke naam. Af en toe dacht ik, had je niet wat anders kunnen bedenken. Maar joh, het staat alleen maar op een papiertje. Je wordt er verder nooit meer bij genoemd. Dus dat is helemaal top. Ik word gewoon Kim genoemd. Dus lekker Hollands, Kim. Oh ja, Holland. Je noemt het ook in Amerika en alles zo. Maar het is gewoon lekker kort en makkelijk. En dat is ergens wel fijn. Wat eet je het liefst? Oh, dat is heel lastig. Ik zou eigenlijk gelijk willen zeggen dat het eerste wat in me opkomt is pizza. Ik vind pizza echt heel lekker, maar dan wel gewoon echt vers van een pizzabakker en niet van de diepvries of zo. Dus ik eet wel denk ik het liefst pizza. Dat vind ik wel echt heerlijk om te eten. Verder vind ik het ook gewoon echt heerlijk om aardappel, groente, vlees te eten. Ik ben echt serieus een prakklant en lekker gezond groentes met aardappels en vlees. En dan eet ik het liefste bloemkool of broccoli, een van de twee. En dan het liefst een hamlapje of iets erbij, of een lap of zo. Dat vind ik wel echt heerlijk om te eten. Wat vind je niet lekker? Wat vind ik niet lekker? Spruitjes lus ik niet. Heb ik ooit gegeten, vind ik vreselijk om te eten. Heel veel mensen vinden het heerlijk, maar ik hou er echt helemaal niet van. Verder, wat lus ik nog meer niet? Goeie vraag eigenlijk. Witlof lus ik wel sinds kort eigenlijk. Sinds een paar jaar. Het is niet dat ik dat altijd al heel erg lekker vond. Maar nu wel.
Maar ik eet echt bijna alles. Ik ben ook serieus van het hele huis de makkelijkste eter in huis. De gezondste eter en de makkelijkste eter in huis. Dus dat is ergens ook wel weer fijn en leuk. Ik vind het ook totaal niet erg om van alles in elkaar te flansen. En ik eet vaak altijd ook compleet anders dan dat mijn ouders eten. Die eten vaak gewoon heel makkelijk en vaak hetzelfde. En nou ja, ik wil toch wel veel afwisseling. Want ik vind wel heel veel dingen lekker. Dus ik ben op zich een hele makkelijke eter. En ja, wat vind ik niet lekker? Ja, het enige wat ik me kan bedenken zijn spruitjes. Die lust ik echt niet. Maar voor de rest lust ik bijna alles. Wat is je lievelingspannenkoek? Een pannenkoek met spek en stroop. Ik vind dat echt heerlijk. Die combinatie van het zoute en het zoete bij elkaar. Oh, dat is echt heerlijk. Of kaneelpannenkoeken. Ik heb laatst kaneelpannenkoeken gemaakt. En dat was echt super lekker. Dus ja, tegenwoordig ook wel kaneelpannenkoeken vind ik heerlijk. Wat is je favoriete cd? Oh, daar gaan we echt even heel erg lang terug in de tijd. Cd, jongens, weten jullie nog wat dat is? Dat is zo'n rond schijfje wat je dan in een laptop of in een cd-recorder doet. En dan komt er muziek uit. En tegenwoordig gebruikt iedereen Spotify, Apple Music, YouTube, al die dingen meer. Ik verander de vraag wel, want ja, favoriete cd, goede vraag. Wat voor favoriete liedje? Ik ga hem daarin veranderen. Goede vraag. Echt een hele goede vraag. Ik vind het nummer Verdronken Vlinder, maar dan de versie van Like Me. Van Maxime Stojanik, oftewel Vince in Like Me. Vind ik een heel mooi nummer. Ik luister dat nummer echt heel erg vaak de laatste tijd. Het geeft me heel veel rust. Het doet me iets, ik weet niet wat. Maar ik vind dat een heel erg mooi nummer. Dus dat nummer luister ik wel heel erg veel de laatste tijd. En verder. Ik luister eigenlijk bijna wel alles eigenlijk. Echt heel veel. Dus ja, ik zou het eigenlijk niet echt weten. Wat voor auto heb je? Ik heb geen auto, helaas. Ik heb ook nog niet eens een rijbewijs, dus gelukkig heb ik ook geen auto. Want anders zou ik die waarschijnlijk gelijk de brak in rijden. Maar ja, ik heb nog geen rijbewijs, dus ook nog geen auto. Had gekund dat ik natuurlijk wel een auto had en dan nu mijn rijbewijs nog ging halen. Maar nee, helaas. Maar dat zit er wel aan te komen binnenkort hoor. Er is niks lekkerder dan lekker in je autootje te stappen en lekker erop uit te gaan. In plaats van uren moeten wachten op de metro, de bus, de trein, de tram. Alles wat maar met openbaar vervoer te maken heeft. Favoriete broodje? Dat verschilt eigenlijk wel heel erg. Ik vind de laatste tijd gewoon een lekker broodje met boter en hoe heet dat? Gekookte Gelderse of zo vind ik echt heerlijk om te eten. Ja, ik weet niet. Ik ben best wel makkelijk daarin, maar ik ben ook dan ook weer echt helemaal geen broodklant. Ik eet het liefst, maakt me niet uit, van alles behalve brood. Stokbrood vind ik nog wel redelijk te doen, maar als je me echt een halfje brood geeft, denk ik, nou die mag je houden. Doe mij maar, weet ik het wat, iets anders of zo. Maar ik ben niet echt een broodklant. Aan wat voor personen heb je een hekel? Aan wat voor personen heb ik een hekel? Ik heb hekel aan personen die zich anders voordoen dan dat ze zijn. Dus dat ze eigenlijk gewoon heel normaal zijn en in één keer heel arrogant zijn. Of mensen die liegen. Ik kan ook echt niet tegen als iemand midden in mijn gezicht staat te liegen. Of achter mijn rug om staat te liegen. Of maakt niet uit. Dat vind ik echt vreselijk. En mensen die heel erg overdrijven. Dus uiteindelijk stelt iets hartstikke mee. En mensen die maken het helemaal erger of helemaal leuker dan het eigenlijk was. Of vertellen een compleet ander verhaal dan het uiteindelijk was. Daar kan ik echt niet tegen. En ik kan niet tegen aan mensen die smakken. Ik doe het zelf ook. Ik heb het zelf niet door. Mijn vader en moeder worden daar wel gek van. Maar ik kan er niet tegen als mensen smakken. Ik weet niet wat het is. Dat vind ik zo'n afknapper. Wat draag je het liefst? Het liefst draag ik gewoon lekker een spijkerbroek en een t-shirtje of een trui. Maar de laatste tijd draag ik ook wel veel jurkjes. Aangezien het weer de afgelopen tijd wel weer wat lekkerder is geworden. Dus dat is wel ook wel weer fijn. En verder draag ik heel graag sneakers. Het liefst wit. Ik heb iets met wit de laatste tijd. Witte sneakers is echt gewoon een go-to voor mij. Ik draag altijd witte sneakers. Ik vind het heerlijk om te dragen. Dus het liefst gewoon lekker een jeans, een t-shirt of een truitje erover en een paar witte sneakers eronder. En gaan. Klaar, let's go. Waar ga ik liefst naartoe met vakantie? Ik wil nog steeds heel graag een keertje naar Maui. Want daar wonen vrienden van ons. Dat is een eiland, op een plaats, op een eiland in Hawaii.
Dus daar wil ik heel graag heen. Dat gaat ook zeker wel gebeuren binnen nu en een jaar. Dus dat is heel erg top. Daar wil ik nog steeds heel erg graag naartoe. En ik wil gewoon heel graag nog steeds een keertje naar Ierland terug en naar Griekenland. Ik weet niet wat het is met Griekenland, maar ik vind het heel erg tof om daar gewoon een keer heen te gaan. Het lijkt me heel erg mooi daar. Dus ja, dat zou ik heel erg graag willen om daar nog een keer heen te gaan. Waar wil je je oude dag doormaken? Goeie vraag. Ik ben nog maar 21, dus dat is best wel even ver vooruit denken. Maakt me eigenlijk niet eens uit waar. Als ik maar gewoon nog gezond ben en ook gewoon goed bij de tijd. Dat vind ik wel heel erg belangrijk. Als ik op een gegeven moment niet meer goed in mijn hoofd ben of dingen ga vergeten of weet ik wat heel erg aan het dementeren ben, dan zou ik echt wel denken van joh, weet je, het hoeft allemaal voor mij niet meer. Ik weet niet meer wat ik doe. Ik weet niet meer wat ik zeg. Kijk, ik werk nu in de ouderenzorg, dus ik kan me heel goed voorstellen en ik kan me zo voor de geest halen hoe het is om zo te zijn. En ik vind het ook vreselijk om sommige mensen zo te zien. Dat ik denk van, ach, je moet eens weten wat je nu zegt of wat je nu doet. Maar die mensen die hebben dat helemaal niet door. Dus ja, dat zou ik wel echt vreselijk vinden. Maar als ik gewoon nog lekker vitaal ben en lekker actief en nog goed bij de geest. Ja, dan maakt het me eigenlijk niet uit. Zolang er maar gewoon mensen nog om me heen zijn die ik lief heb. Zolang er nog überhaupt mensen zijn die ik lief heb. Niet dat iedereen me al voorbij is gegaan en zo. Je weet niet hoe het loopt. Ja, dan zou ik dat wel heel erg fijn vinden. Maakt me echt niet uit waar. Als ik maar gewoon nog redelijk gezond ben en nog gewoon goed bij de tijd, dan maakt het me niet meer uit waar of wat er op zo'n tijd gebeurt. Waar zijn we? We zijn bij vraag nummer 17. Waar ben je geboren? Ik ben geboren in Veldhoven. Ik ben geboren in Brabant. Ik ben een Brabander, jongens. Dat verwachten niet heel veel mensen. Maar ik kom uit Veldhoven. Dat is een plekje in Brabant. En daar moest ik met spoed naartoe. Mijn ouders komen allebei uit Rotterdam. Maar omdat mijn moeder haar zwangerschap toen in één keer helemaal verkeerd afliep en er was geen plek hier, moest zij met spoed vanaf Rotterdam, als ik het even goed begrijp en goed onthouden heb, moest zij dus vanuit Rotterdam met loeiende sirenes naar Veldhoven toe, naar het Sophia Kinderziekenhuis. Ja, nee, niet het Sophia. Dat is nu. Zo, jongens, ik ben echt helemaal. In ieder geval, ze moesten naar het ziekenhuis in Veldhoven. En daar ben ik uiteindelijk ter wereld gebracht. Met hulp van doktoren, want mijn moeder kon dat zelf niet alleen maar. Ik ben ook met keizersnee geboren. En vanaf daar ben ik vervolgens met. Ik heb daar een week gelegen, als het goed is. En vervolgens ben ik, omdat mijn gezondheid heel erg achteruit liep en ik was echt, was met 26 weken was ik geboren. En vervolgens ben ik dus met een helikopter van het ziekenhuis in Veldhoven naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht, het Erasmus nu. Daar ben ik vervolgens nog een jaar geweest, als ik het goed heb. En vervolgens was mijn gezondheid redelijk oké en mocht ik naar huis met zuurstof tanken, zonder voeding, al dat soort dingen. Dus ik heb best wel een paar jaartjes vanaf mijn geboorte een slechte start gehad. Maar daar is nu niet zo heel veel meer van te zien, gelukkig. Waar heb je gewoond? Ik heb gewoond in Spijkenisse. En dat is eigenlijk alles. Eigenlijk altijd hier. En wel van huis naar huis naar huis. Ik ben in totaal 3 keer verhuisd. Ja, 3 keer verhuisd. Dus eigenlijk altijd in Spijkenisse gewoond. Welke sport kijk je het liefst? Nou ja, het liefst helemaal niks. Ik vind de sport vreselijk om te kijken. Echt vreselijk. Dus ja, het liefst helemaal niks eigenlijk. Coca-Cola of Pepsi-Cola? Nou, nee, dat is gewoon een heel makkelijk antwoord. Dat wordt natuurlijk gewoon Coca-Cola, want ik vind Pepsi-Cola, ik weet niet, er zit een compleet andere smaak aan dan Coca-Cola. Ook al zeggen mensen dat soms niet. Er zit echt een hele andere smaak aan. Dus ik ga voor Coca-Cola. Ajax of Feyenoord? Nou ja, ik kom natuurlijk uit Brabant. Maar alsnog ben ik dan voor Feyenoord. Ik kijk geen voetbal, ik volg het allemaal niet, maar Feyenoord. Ik vraag me niet waarom, maar daar heb ik geen goed antwoord op. Ben je een dag- of nachtpersoon? Ik ben een goede vraag. Ik denk tegenwoordig wel een dagpersoon. Ik sta heel vroeg op en ik ga ook best wel op tijd slapen. Ik ben dan ook echt geen nachtpersoon.
Maar ik ben wel echt serieus een vroege vogel. Ik sta heel graag gewoon echt lekker om 6 uur in mijn wekker. Ik sta lekker om 6 uur het liefst op. Dan heb ik nog wat aan mijn dag. Dan plan ik mijn dag in. Dus ja, ik denk wel een dagpersoon. Pedicure of manicure? Ik denk een pedicure. Of nee, een manicure. Want ik kan er niet tegen als iemand aan mijn voeten zit. Dus een pedicure zou voor mij heel slecht zijn. Dan ga ik de hele tijd lopen giechelen. Ik ben net mijn vader, die heeft dat ook. Als ik bij mijn pa zijn voeten doe of zo, dan gaat hij de hele tijd lopen giechelen. Omdat het kietelt en het jeukt. En ik denk van, ik ben precies hetzelfde. Ik kan daar ook niet tegen. Mijn moeder niet, dat maakt er echt niet uit. Heb je nog nieuws dat je met iedereen wilt delen? Nee, ja, nu in quarantainetijd, jongens, doe voorzichtig. Blijf zoveel mogelijk binnen als het kan. Ga niet naar buiten als het niet hoeft. En dan ben ik daar maar best wel eigenwijs in. Maar ook ik kijk gewoon uit. Ik ga gewoon met een bogel mensen heen als ik even naar buiten moet. Of eventjes boodschappen moet halen. Voor de rest ben ik daar gewoon heel erg voorzichtig in. Dus maar ja, kijk uit. Zorg goed voor jezelf. Zorg dat je gezond blijft. Hou je aan de maatregelen die de regering heeft getrokken. En kijk een beetje goed naar je medemensen. En zorg er ook goed voor als het kan. Wat wilde je vroeger worden toen je klein was? Ik wilde vroeger dierenarts worden. Dat heb ik altijd gezegd. Altijd willen doen. Altijd geprobeerd aan te werken om dat te kunnen doen. Maar uiteindelijk kwam ik er toch wel achter dat het, aangezien mijn slechte start. En ik ben ook van een gewone basisschool naar een speciaal onderwijs basisschool gegaan. Toen was wel een beetje de ding dat ik dacht van. Ik weet niet zeker of me dat wel gaat lukken. Dierenarts is best een hele moeilijke en lange opleiding. Maar ja, nu zie ik. Ik ben uiteindelijk de ouderenzorg ingegaan. Is ook een beetje zorg. Het zorgelijke is er eigenlijk altijd wel ingebleven. Dus ja, helaas geen dierenarts. Maar we hebben wel heel veel diertjes in huis waar ik alsnog lekker voor kan zorgen. Piercings of oorbellen? Nou ja, ik ben nog steeds van mening dat piercings en oorbellen eigenlijk redelijk hetzelfde zijn. Want als je hier mijn tweede gaasje hier bijvoorbeeld, noemen ze ook een piercing en geen oorbel. Maar ik denk dat ik wel dan gewoon voor oorbellen ga, want ik hou niet zo van de ringen overal en dingen. Nee, ik zou dan voor oorbellen gaan. Ooit nog wel eens in Afrika geweest? Nee, ik niet. Mijn oom en tante wel. En het lijkt me wel heel erg tof om dat nog een keer mee te mogen maken. Gewoon naar Afrika gaan en daar op safari. En dat hebben mijn oom en tante wel gedaan. Super gaaf. Gewoon tussen alle wilde dieren en alles. En ja, dat is wel heel erg tof. Ooit een auto-ongeluk gehad? Nee, gelukkig niet. En hopelijk komt die ook nog voorlopig helemaal niet. Favoriete dag van de week? Mijn favoriete dag van de week is eigenlijk maandag. Omdat het eigenlijk voor heel veel mensen is het de slechtste dag van de week. Van, oh, het begint je week weer. Maar ik vind dat heerlijk. Ik vind dat echt een dag waarop je dan weer je oude week kan achter je laten. En een nieuwe week weer lekker kan oppakken. En lekker positief beginnen. En ik vind dat heerlijk. Ik vind maandag echt heel erg leuk. En vrijdag vind ik echt ook wel iets hebben. Omdat je dan het weekend ingaat. En dan is mijn vader weer het hele weekend thuis. En ja, dat is... maandag is wel echt mijn favoriete dag. Favoriete restaurant? Ik heb niet echt een favoriet restaurant. Maakt me niet uit als het allemaal maar lekker is. Ik ga ook niet zo heel veel uit eten eigenlijk. Favoriete bloem? Mijn favoriete bloem is een korenbloem. En heel veel mensen die kennen die bloem helemaal niet. Maar ik vind het een hele mooie bloem. Dus dat. Favoriete ijssmaak? Ik denk dat ik dan wel gewoon lekker classic voor de vanille ga. Ik vind het echt heerlijk. Favoriete fastfood restaurant? De Mac natuurlijk. Natuurlijk. We gaan gewoon lekker oldschool voor de McDonald's. Hoeveel keer rijexamen heb je gedaan? Nog 0 keer. Want ik heb nog geen rijbewijs en ik heb nog geen rijlessen. In welke winkel wil je al je geld uitgeven en in welke winkel niet? Ja. In welke winkel wil ik al mijn geld uit kunnen geven? Dan denk ik of in een sneakerstore. En dan gewoon alle schoenen kopen die ze hebben. En de meest leukste, gaafste gekleurde schoenen. Of. Primark vind ik wel heel erg leuk. Maar ja, uiteindelijk heb je ook wel al genoeg spullen en zo. Ja, goede vraag. Ik denk dan toch wel de sneakerstore. Als ik al mijn geld zou mogen uitgeven in één winkel. Dan zou het echt wel de sneakerstore zijn. En in welke winkel niet. Ik zou hem niet mijn geld willen uitgeven in een Gucci store of een Louis Vuitton store of Bijenkorf of dat soort dingen.
Want dan is mijn geld veel sneller op. En heb ik veel minder. Dus ja, dat eigenlijk niet. Wat is mijn bedtijd? Mijn bedtijd is... ja, ik zei net dat ik heel vroeg ging slapen. En dat klopt ook wel. Maar ik denk dat ik dan ongeveer tot 10:30, 11:00... Als ik echt op de tijd let. Want anders dan ben ik gewoon tot 1 uur of 2 uur aan het bellen met iemand. Maar ik denk tussen 10:30 en 11:30 is wel echt wel mijn slaaptijd. En dus dan merk ik ook gewoon aan mezelf van oké, nu moet ik gaan kappen. Nu moet ik lekker gaan slapen. Want anders komt het ja, niet helemaal goed. Even kijken. De laatste persoon met wie je uit eten bent geweest. Wanneer ben ik überhaupt voor het laatst uit eten geweest? Als het echt in een restaurant gaat, dan met mijn oma. Was het met mijn oma? Ja, volgens mij wel. Dat is echt al lang geleden, dat is bijna 1/2 jaar geleden. Maar ik ben met mijn oma toen voor haar verjaardag. En... Nee, met wie ben ik voor het laatst uit eten geweest? Met mijn tante. Dat is 2-3 maanden geleden of zo. Ja, met mijn tante ben ik toen uit eten geweest bij de Deli Frans. Dus nou, dat is de laatste moment. Even kijken. Waar zit je op het moment? Ik zit op dit moment in de hobby / rommel / computer / geen idee wat voor kamer. Het is de kamer tegenover mijn kamer. Mijn kamer zit precies aan die kant. En aan deze kant zit dus deze kamer waar ik nu zit. En hier edit ik eigenlijk altijd mijn video's. Of als ik echt op de computer wil gaan chillen en films wil gaan kijken of iets of dingen wil doen. Dan ga ik altijd hier zitten. En als ik echt wil chillen, dan gebruik ik mijn eigen kamer. Dus eigenlijk zit ik best wel heel erg vaak in deze kamer. Wat is je favoriete kleur? Mijn favoriete kleur is, verwachten niet heel veel mensen, maar mijn favoriete kleur is groen. En dan echt dat lime groen / misschien neon geel groen. Dat vind ik een hele toffe kleur. Het is vroeger altijd rood of geel geweest. Momenteel niet meer eigenlijk. Ik vind echt het neongroene of het gifgroen geel neonkleurtje. Dat vind ik wel heel erg tof. Dat vind ik echt een hele gave kleur. Hoeveel tato's heb je? Nou moet ik ze heel stiekem gaan tellen, want ik ben de tel kwijt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ik heb 10 tatoeages. En dat is heel veel aan deze arm. En heel veel, tenminste, en dan eentje op mijn been en eentje op de andere arm hier. En er komt er binnenkort nog eentje bij. Ik wil namelijk Rio zijn naam, of mijn papegaaitje, wil ik gaan laten zetten op mijn arm. En die komt er dan hierboven op mijn arm, dat je hem wel ziet. Dus dat zou ik heel tof vinden. En ik wil nog een keer iets zeegerelateerd, een anker of iets voor mijn vader. Vind ik wel heel tof. Mijn vader heeft vroeger altijd gevaren, maar dat weet hij niet dat ik dit wil, maar... Waarschijnlijk komt die er ook nog wel. Even kijken hoor. Naar wie zou jij deze vragenlijst sturen? Dat is de laatste vraag. Nou ja, naar jullie. Ik ga deze vragenlijst linken onder deze video. Dus wil je hem ook doen in de video of gewoon lekker om de tijd te doorbreken. Check eventjes het linkje bovenaan in de beschrijving. En ja, ik denk dat ik hem ook wel deel op het online media platform. Zoals Instagram en al dat soort dingen. Ja, dat waren eigenlijk alle vragen. Ik hoop dat ik een beetje jullie tijd heb kunnen doorbreken. En toch nog een invulling heb kunnen zetten voor deze dag. Omdat er anders ja, niks was. En liever iets dan niet, jongens. Ik denk dat deze video ook best wel lang is geworden. Dus ik ben wel heel erg blij. In ieder geval bedankt jullie voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie de vragen leuk vonden. Hebben jullie nou nog vragen of video-ideeën die ik... misschien in deze tijd nog voor jullie kan opnemen. Laat het eventjes weten in de reacties. En dan zie ik jullie heel erg snel weer bij een nieuwe video. Doeg!